Heel, heel, heel veel studenten, maar ook scholieren, maar vooral heel veel studenten gooien enorm veel tijd weg. En jij denkt nu, oh tijd weg aan Netflixen, aan niks doen enzovoort. Ja, dat doe je ook. Oké, okay? dan ga ik je ook melden. Want ik ga je uitleggen hoe je moet plannen en jezelf moet motiveren waardoor je beter slimmer gaat studeren. Maar ze gooien ook de tijd weg die ze al hebben gestudeerd. Dus dan zijn ze eindelijk gewoon goed bezig, zijn hun tijd aan het besteden en dan gooien ze die tijd ook nog eens weg. Nou, hoe zit dat? En het zit heel simpel in elkaar. En dat is namelijk dat je hersens, nou eenmaal een vervelende eigenschap hebben. dat ze keihard gemaakt zijn. Je bent gewoon geprogrammeerd, gemaakt om dingen te vergeten. En niet zo'n beetje ook. Dus uh, wanneer jij iets studeert, laten we zeggen dat je hier twee uur aan werk doet. dan weet je daar na één dag, één dag, nog maar 30 procent van. 30 procent van de stof. Ja? Na één dag. Na een week is dat nog maar 10 procent. Dus na een week. Je hebt hier twee uur besteed en daarvan is nog maar 10% over. Ja? Dus dat is ongelooflijk zonde. En daarmee bedoel ik: studenten gooien hun tijd weg. Want uh, ja, als je hier toch twee uur hebt gestudeerd en je doet niks tussendoor, waardoor die stof weer op wordt gehaald en in je hersens blijft zitten, ja, dan weet je na een week nog maar 10% en dan mag je nog een keer, boem, die twee uur, maar misschien 1 uur en 45 minuten studeren. Ja? Kijk, je moet het een beetje vergelijken met spieren opbouwen. Want jouw lichaam is gemaakt om eigenlijk zo weinig mogelijk spieren te hebben. Je lichaam zorgt ervoor dat je net genoeg spieren hebt waardoor je kan doen wat je elke dag moet doen. Namelijk lopen, misschien uh, douchen, uh, kleren kopen, naar de, naar de winkel gaan, misschien een beetje sporten, etc. Wanneer gaat je lichaam zich aanpassen op het moment dat je elke dag bepaalde oefeningen moet doen en dan na. na Tien dagen dat je dat doet, denkt je lichaam, nou, je Ik moet het elke dag doen, weet je wat? Ik ga mezelf aanpassen zodat ik dat makkelijk kan doen. Dit werkt precies hetzelfde met informatie. Als jij een stuk informatie uit een boek leert en je denkt van, je, 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 je lichaam of je hersens denken van, nou, dit heb ik nu één keer gezien, dit heb ik erkenning nooit nodig gehad en waarschijnlijk nooit nodig in de toekomst, dus weet je wat, ik laat het zitten. Nee, er zijn twee manieren waardoor je dit proces kan tegengaan. Eén is gewoon, Goed studeren en dat betekent dat je nieuwe stof aan bestaande stof uh, gaat koppelen. Nou, dan ga ik je helemaal uitleggen en gaat zorgen dat je het elke keer doet wanneer je de studietool gebruikt. Maar de tweede wat je kan doen om dit proces tegen te gaan is simpelweg herhalen. Dus na een uur herhaal je even, dan na een dag herhaal je even, na een week herhaal je het even, cetera. En door dit te doen gaat die stof gewoon minder snel wegzakken. Zelfs wanneer je bijvoorbeeld deze herhaling niet, doen, niet doet, nou, dan weet je in ieder geval na een week nog 30 of 50 procent in plaats van dat het helemaal weg is. Snap je? Dus de, 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 de spieroefeningen van je lichaam zijn de herhalingen die je doet met de stof. En nu denk je, oh my god, herhalen, dat is mega veel werk. Absoluut niet waar. Een herhaling kost ongeveer 5 tot 10 procent van de tijd. Dus schrijf het gewoon even op. 5 tot 10% van de tijd. Dus als jij hier 60 minuten hebt gestudeerd... dan ben je daarmee bezig 3 tot uh, 6 minuten per uur dat je hebt gestudeerd. Wanneer je die 3 tot 6 minuten niet investeert... dan zakt de stof zo ver weg dat je hier weer helemaal opnieuw kan gaan beginnen. Ja? Dus in plaats van dat je 1, 2 keer, misschien 3 keer 3 tot 6 minuten investeert... mag je hier weer gewoon 1 uur en drie kwartier gaan investeren. En dit is essentieel. Als je dit niet doet, dat is, dat is gewoon dom. Omdat je als je toch al die uren aan het maken bent, je moet alleen maar even heel kort herhalen. En dan zit het er gewoon in. En dan kan je daarna weer makkelijk nieuwe stof studeren. Uh, je hoeft het niet nog een keer te doen. Je bent blijer, want je hebt, je, hebt, je hebt het goed gedaan, et cetera. Nou, ik heb dit extreem makkelijk gemaakt voor jou. Oké, okay? ik heb er alles aan gedaan dat dit niet makkelijker kan om dat herhaalprocesje te doen. En dat is namelijk, ik meet precies wanneer je iets invult in de studietool... En je krijgt gewoon mailtjes en het staat allemaal in je dashboard uitgelegd wanneer je wat moet herhalen. Dus alleen maar aan te klikken, herhaal nu. En ik zorg gewoon precies ervoor dat je alles van een uur geleden, van een dag geleden, van een week geleden en van een paar maanden geleden precies op dat moment gaat herhalen dat je het nodig hebt. Heb je ook nog een, een app erbij waarmee je het heel makkelijk kan gaan herhalen. Ja, dus ik wil niet dat jij je tijd verdoet. Ik wil a dat je van die bank komt, dat je uh, je tijd beter gaat inrichten. Misschien ben je al gemotiveerd als student en dan studeer je al hard. En dan ga ik ervoor zorgen dat je dit proces, dat je het, het, het studie, de studieuren zelf veel, veel, veel beter gaat invullen. Door gewoon de methoden en technieken te gebruiken die erop staan om beter en sneller te leren. Maar vervolgens ook deze fout niet meer gaat maken. Niet herhalen is werkelijk waar. De stomste fout dat je kan maken tijdens het studeren. Ja? Oké, okay, dus uh, ga de workshop doen. Ga de studietool gebruiken en dan gaan we er samen voor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren en dat je nog twintig andere fouten ook niet meer gaat maken. Waardoor je gewoon minder tijd gaat besteden, slimmer gaat leren, betere cijfers gaat halen, etc. Het is geen rocket science. F lief studeren is iets wat je nooit hebt geleerd, wat je heel makkelijk kan leren. Ik ga het je leren en samen gaan we ervoor zorgen dat je het gewoon veel beter gaat doen. Ja, veel succes!